Hallo lieve kinderen. Welkom bij Asus Gamers Net Bottlenecked, de tweede aflevering alweer. Jazeker Piet, de kerstman, ja, de kersteditie. Ja, het is een kersteditie, je ziet het. We zijn helemaal in de kerstsfeer en we gaan een probleem in je computer oplossen voor minimaal 500 euro. Ja, dus mocht je nou denken, mijn beeldscherm is niet goed. Of mijn moederbord is kapot. Jazeker, of mijn muis en toetsenbord. Laat het ons weten op een zo origineel mogelijke manier. Ja, want we hebben namelijk alweer een eerdere bottleneck actie gedaan en dan was de winnaar was deze lieve Rick. Hey Gamersnet, met je bottleneck heb je een oud systeem, ben je op de juiste plek. En daar was nogal wat consternatie over, want men vond hem te goed bijna. Ja, zo van, daar kan ik toch nooit aan toppen, maar dat is helemaal niet waar. Nee, want iedereen heeft talent. Of het nou teken is, of houtsnijwerk, of je maakt een, weet ik veel wat. Wees creatief, laat het ons zien en wij waarderen werkelijk alles. En als je de beste bent, dan win je die 500 euro PC-upgrade. Maar we hebben ook nog een aantal troostprijzen, zoals bijvoorbeeld dit super toffe bord voor je bibs in de sneeuw. Ja, of deze schitterende pet, die staat de kerstman ook hartstikke goed in. Oh ja, een mooie kerstkleur ook. Ja. En een mooi t-shirt. Kortom, we hebben ook nog 3 troostprijzen die je kunt winnen tijdens deze fantastische actie. Kortom, wees creatief en laat ons weten waarom jij die upgrade van 500 euro verdiend. En wie weet kun jij ook je Aura-computer, je lichtjes meesturen met je kerstboom. Dat is wat we wilden dat laten is, zien. Dat is wat wij hier ook doen, hè? Ja, het wordt allemaal gestuurd vanuit dat ding daar, hè? Dus veel succes, doe mee en een vrolijk kerstfeest! Thank you.